De persconferentie vanochtend was lang geheim gehouden. De universiteit wil klaarblijkelijk geen actievoerders meer voor de deur. De decaan van de faculteit Health, Medicine en Life Sciences deelt mee dat de proef met de labradors niet meer doorgaat. Gezwicht voor de druk van actievoerders en bedreigingen, zou je dan zeggen. Ik voel het niet zo. We hebben een besluit moeten nemen rondom de veiligheid van onze medewerkers en van de honden. Om te stoppen met proeven met honden. Dus ik voel het niet als vechten. Het is een afweging die je maakt. De honden van het dierproevencentrum worden dagelijks uitgelaten op deze speelweide. Hier liggen de grootste veiligheidsrisico's. Daar hechten wij ook aan dat die honden ook gewoon goed uitgelaten kunnen worden. En die route naar de speelweide en de speelweide zelf was niet te beveiligen volgens onze experts. En daarom hebben wij dat besluit moeten nemen. Voor het onderzoek waren grote honden nodig. In Amerika konden bastaardhonden worden aangeschaft. Maar om ze het lange transport te besparen werd gekozen voor honden uit de buurt. De keuze viel op labradors, nota bene familiehond nummer 1. Ja, maar een labrador of een andere hond, het lijden maakt toch niet uit. Is het ook niet hypocriet om dan, maar omdat je dan minder last krijgt met de mensen, maar voor een andere hond te kiezen? De ethicus Frans Staffleu leidde een commissie die onderzoek deed naar de gebeurtenissen. De conclusie is dat het dierproevencentrum in Maastricht zijn werk goed heeft gedaan. Er is maar één puntje van kritiek. Universiteit, jullie zijn open bezig, maar het kan veel opener. Je kan opener en duidelijk zeggen wat je doet. Het onderzoek naar de elektrische geleiding van het hart stopt nu. En dat vinden de onderzoekers jammer, want omdat het hondenhart veel lijkt op een mensenhart, zouden de resultaten direct kunnen worden toegepast op patiënten met een pacemaker, die dan betere overlevingskansen hebben. Dus de stap van ik vind iets bij de hond, die konden ze bij wijze van spreken de volgende dag in de kliniek toepassen. En wisten dus met grote zekerheid dat het mensen zou kunnen helpen. Moet je nu zeggen, omdat die proef niet door kan gaan, dat mensen misschien onnodig zullen overlijden? Dat durf ik niet zo te zeggen, want de wetenschap is wereldwijd. Dus wij maken natuurlijk gebruik van wat andere wetenschappers op andere universiteiten vinden en blijven dat ook toepassen. Dus zo één op één kun je dat niet zeggen. Dat zou niet eerlijk zijn.